Hoi, ik ben Nadia Maas van Regio TV De Beeld. Vandaag heb ik in het gemeentehuis een gesprek met onder andere wethouder Anne Brommersma naar aanleiding van onze vorige reportage over de eikenprocessierups. Waarom is de keuze gemaakt om dit jaar niet preventief te gaan bestrijden? Nou, dat is niet echt een keuze geweest. We hebben dat maar één keer in het verleden gedaan, 3 jaar geleden. Dat kostte veel geld. En de reden waarom we dat... laat ik het zo zeggen, van ook de uitbraak van de eikenprocessierups heeft ons ook verrast. En niet alleen de gemeente De Beeld, maar heel Nederland. Want het is ongeveer 2 keer zoveel als in 2018. En kijk, met de kennis van nu, maar ja, dat is altijd makkelijk, hadden we het wellicht eerder moeten aanpakken. We hadden dit niet voorzien, dus dat hebben we niet gedaan. En we zetten nu alle zeilen bij om te zorgen dat we, dat we wat we kunnen doen, dat we dat nu doen. Hè. We hebben een team die de nesten opzuigt en we hebben sinds deze week hebben we 2 teams rondlopen. Maar dat is ook strijden met andere gemeenten, want iedere gemeente wil op dit moment die bedrijven over de vloer die dat doen. Dus dat is ook best lastig. Dus in die zin, als we kijken naar voren, hè, volgend jaar, dan gaan we nu, als dit voorbij is, heel goed nadenken hoe gaan we dit volgend jaar doen. Maar voor dit jaar is het nu, we doen wat we kunnen. Denkt u dat de gemeente nu wel heeft voldaan aan haar zorgplicht? Nou, weet je, het hangt ons van zoveel factoren af of die eikenprocessierups zo uitbreekt als dit jaar gebeurt. Dat kun je niet voorzien. Dat heeft met temperaturen. Nou, daar kan Henk zo meteen van alles over vertellen. Die heeft daar echt verstand van. Dus het valt ook niet altijd helemaal te voorzien hoe het zal gaan. Dus ja, ik vind dat we aan onze zorgplicht hebben voldaan. Maar dat neemt niet weg dat wij ons ook veel zorgen maken. En er zijn gewoon veel mensen die hier last van hebben. We krijgen veel meldingen. Dus het is absoluut zorgelijk. Er zijn dus heel veel burgers die last hebben van de eikenprocessierups. En die sturen dan dus een mail naar de gemeente over of bellen de gemeente dat ze er last van hebben. En eigenlijk wordt er dan alleen een lintje om een boom bijvoorbeeld heen gehangen en krijgen ze een voordeeltje van de GGD. Maar kunt u zich dan voorstellen dat ze zich misschien niet serieus genomen voelen? Dat kan ik me heel goed voorstellen, want het is ontzettend vervelend als je jeuk krijgt van het beesten. Dat duurt een aantal dagen. Wat wij hebben kunnen doen in eerste instantie in de aanloop nu, is zoveel mogelijk ook gebruik maken van de informatiebronnen die er zijn. En dan heeft de GGD er dan bijvoorbeeld eentje van die daar gewoon ook heel veel informatie over vindt. Daar kunnen we in eerste instantie mensen mee helpen. De lintjes, dat zijn geen anti-rups lintjes, maar die waarschuwen mensen wel die er langs fietsen. Ook kinderen die naar school gaan met gewoon blote benen, blote armen en zo. Dus een beetje bewust van wat je aan het doen bent, dat je daar last van kunt krijgen. En we merken ze daarmee ook voor de mensen die ze daarna komen bestrijden. De capaciteit bij de bedrijven is op dit moment toch wel zo redelijk beperkt dat we moeten wachten tot ze komen. Ze komen niet meteen de nesten weghalen. Dat kan nog even niet. Dat gebeurt nu deze weken wel. Dus wij hopen in de maand juli dat we het grootste deel van alle nesten verwijderd hebben. En dat de grootste overlast ook voorbij is. Hoeveel eikenbomen staan er nu in de gemeente die nesten hebben, weet u dat? Precies niet, maar zo tussen de 1000 en de 1500, dus dat is best pittig. Hoeveel bomen zijn er nu al schoongemaakt? Maar hoeveel er precies nu schoongemaakt zijn, weet ik niet. Ik weet wel dat het fietspad langs de Beeldse Rading is schoon volgens mij. Groenekansweg zijn ze volop bezig, hier rond gemeentehuis Soestdijksweg is het tweede team bezig. En zo marcheren we eigenlijk van A tot Z de hele gemeente door en pakken de gemeentebomen goed aan. Maar hoeveel er nu exact schoon zijn, dat zou ik nou moeten vragen, weet ik niet nu uit mijn hoofd. Want we zijn begonnen met de meest kwetsbare locaties. Hè. We hebben natuurlijk de avondvierdaagse gehad. Ja. Dus we zijn begonnen met de bomen langs de route van de avondvierdaagse. Vervolgens hebben we de bomen gedaan bij kinderdagverblijven of oudere zorgcentra. Dus op de plekken waar echt kwetsbare kinderen of ouderen zijn, daar zijn we begonnen. En we zijn nu bezig met de doorgaande routes. In hoeverre denkt u dan eigenlijk dat de bomen echt zeg maar schoon zijn? Want wij hebben daar staan kijken terwijl ze dat hebben gedaan. Maar ze komen met dat karretje misschien 2-3 meter omhoog en dan hebben ze een soort stofzuiger. Maar echt in de toppen van de bomen kwamen ze niet. Dus in hoeverre zijn de bomen echt schoon? Ja, een garantie te geven dat die bomen 100% schoon zijn is lastig. We komen tot een x aantal meters hoog, ongeveer 5 of 6 meter. Helemaal aan de toppen zitten geen nesten. Die zitten met name op de stam en op de dikke grote armen, de gesteltakken. Met name ook aan de onderkant. Dus het is met name de regio
van, nou, zeg maar onder de 8 meter en lager. Een enkele keer kom je wel eens een nest op wat hoger niveau tegen. Ja, helemaal aan de uiteinde van de takken ook niet. Dus als mensen zeggen van, ja, een eikenboom hangt bij ons net over de tuin, dus. Nee, daar zit het gevaar niet. Het gevaar zit met name rondom de stam en dan redelijk tot halverwege de kroon. Helemaal de top zit dat niet of nauwelijks. Helemaal schoon kunnen we nooit garanderen. Oké, want met hoeveel teams zijn jullie nu bezig dan? Nou, in totaal zijn wij met 5 teams onderweg, waarvan 1 team hier in de Bilt. En er is een 2e team, een ander team is erbij gekomen, heeft de gemeente de Bilt georganiseerd. U sprak over dat er dus een 2e team is ingezet, maar gaat het alleen over hier in de Bilt of echt de hele gemeente de Bilt? Nee, als ik spreek over de Bilt, bedoel ik wel de hele gemeente de Bilt. Dus... Hoeveel klachten of meldingen zijn er bij de gemeente binnengekomen over de processie rups? Het exacte aantal weet ik niet. Ik weet wel dat wij heel veel gebeld worden. Dat er ook heel veel meldingen via onze website gedaan worden met klachten en met het melden van nesten. Daar zijn we ook heel erg blij mee. Mensen op straat zijn ook een beetje onze ogen en oren. Want het loopt ook een beetje de spuigaten uit met de eikenprocessierups. We proberen mensen aan de telefoon zoveel mogelijk ook gewoon goed van informatie te voorzien. En we doen eigenlijk ook wel een beetje een beroep op iedereen dat we... ook een beetje, het een beetje moeten doorzitten de komende weken totdat het echt voorbij is. Want dat eind is nu wel in zicht. Gaat de gemeente nog eiken planten in nieuwe wijken die worden gebouwd? Bijvoorbeeld Hof van Bilthoven. Zijn jullie van plan of gaan jullie daar eiken echt vermijden? Nou, dat hoop ik zeker niet. Eiken zijn hele mooie bomen. Die moeten we zeker ook blijven planten. Ze zijn ook belangrijk voor het klimaat gewoon in de stedelijke omgeving. En ook heel erg belangrijk voor de biodiversiteit in de wijken. Dus waar we zeker in nieuwe wijken, zoals die jij net noemt, op zullen letten, is dat we divers aanplanten. Waarbij we ook een stuk zorg hebben voor de bijen en de vlinders in de wijk. En zorgen dat er niet te veel van één soort plant of één soort boom staat, zodat we zo'n overlast van eikenprocessierups gewoon in de toekomst kunnen vermijden. Volgens Sylvia Hellingman van het kenniscentrum eikenprocessierups, zij wil eigenlijk op kwetsbare plekken zoals bij bejaardentehuizen en scholen, alle eiken kappen. Wat vindt u daar dan van? Ja, dat zou ik heel erg jammer vinden. Een beetje het kind met het badwater weggooien, denk ik. We hebben eiken ook heel erg nodig voor alles wat er in en om een boom leeft. En ook voor onszelf. Het levert zuurstof, het levert ook schaduw. Eiken gaan kappen, dat is denk ik geen optie. De grap is overigens, zodra je het gemeentehuis voorbij bent, je gaat meer in de Bilt over Noord, daar staan heel veel beuken bij eiken. Meer bosachtige omgeving, daar heb je niet tot nauwelijks eikenprocessierups. Wat wordt het beleid voor volgend jaar? Nou, je zult begrijpen dat we op dit moment nog alle energie zetten op wat we nu kunnen doen aan de huidige overlast. Want die is natuurlijk heel groot. En ik zie ook dat heel veel mensen er echt heel veel last van hebben. En daar maken wij ons als gemeente natuurlijk ook bezorgd over. Als deze periode, want het is vooral half mei, juni, is de overlast het grootst. Dus nu zetten we echt alles in het werk om die nesten weg te zuigen. En daarna gaan we heel hard nadenken over hoe we kunnen voorkomen dat het volgend jaar weer zo'n explosie wordt. Want dat moeten we echt voorkomen.